Bij een beroerte raakt er in uw hersenen een bloedvat verstopt of er raakt een bloedvat beschadigd waardoor een bloeding ontstaat. Bij een beroerte is de kans groot dat uw arm of hand het dan niet meer goed doet. U kunt dan geen of minder kracht in uw arm of hand hebben. Het bewegen gaat minder snel of minder precies. Of het gaat helemaal niet meer. U stoot bijvoorbeeld gemakkelijker een koffiekopje om. Ook kan het vastpakken van iets minder goed gaan. Is uw arm of hand na een beroerte gedeeltelijk of geheel verlamd, dan bekijken uw arts en oefentherapeut hoe ernstig de uitval is en wat de mogelijkheden zijn voor oefening of training van uw arm en hand. Samen met uw behandelaars gaat u op zoek naar de behandeling die bij u past. Het is dus een kwestie van samen zoeken naar de mogelijkheden. Een van de behandelingen die misschien bij u past is elektrostimulatie. Hierbij worden de spieren in de arm die niet meer goed kan bewegen met elektrische stroompjes geprikkeld. Bij elektrostimulatie worden er elektrische draadjes met plakkers op de huid van uw arm geplakt. Die draadjes zitten aan een apparaat dat steeds kleine stroompjes naar de spieren in deze arm stuurt. Door die stroompjes kunnen de spieren samentrekken en weer ontspannen. Hiermee worden de spieren in uw arm als het ware getraind. Een voordeel van elektrostimulatie is dat het heel gemakkelijk te doen is. Er zijn verschillende vormen van elektrostimulatie en er wordt nog gezocht naar de beste vorm van deze behandeling. Stopt de behandeling, dan wordt bekeken of u zelf verder kunt gaan met oefenen en stappen kunt maken in het verbeteren van de bewegingen van uw arm en hand.